Op het land van Joris Giessen in Angeren stond vorig jaar nog 3 hectare. Dit jaar verbouwt hij 7 hectare van de steeds populairder wordende plant. Ja, we zijn hier zoals je ziet net begonnen met de oogst. Maar ja, vandaag hebben we geen zonnige dag. De zon was heel even, maar we hebben gewoon zon nodig dat we een droog product hebben. Dus het is nog even wachten. Ik denk dat we zo weer een stukje gaan proberen hoe het gaat. Quinoa ziet eruit als een graan, maar het is een plant. Het is vezelrijk en het zit vol eiwitten en mineralen. Het wordt gezien als een superfood. Het is eigenlijk een familie van de spinazie en het lijkt eigenlijk ook wel op melden. Oorspronkelijk komt het uit Bolivia, Peru. Eigenlijk de Inca's die hebben het heel veel geteeld. En doordat het eigenlijk heel voedzaam is en eiwitrijk, was het voor een hele belangrijke voeding voor hem. Kijk, deze knol is dus gewoon rijp. Zie je dat? Het zaad valt er zo uit. Nou ja, zaterdag praten we weer over regen. Dus ja, het is belangrijk dat hij toch voor zaterdag dat we de oogst binnen hebben. Kijk, en zo kun je het product kopen. En zo komt het dus niet uit de kombijn, maar het wordt nog helemaal geschoond, gedroogd. Giessen werkt samen met andere Betuwse akkerbouwers in het verbouwen van de quinoa. Samen oogsten zij deze week 10% van het totaal aan quinoa in Nederland. En verderop hebben we ook nog een perceel van 2,5 hectare staan. En daar hebben we ook een aantal proefvelden in liggen met nieuwe rassen en andere teeltmogelijkheden om ook de teelt te optimaliseren. Dus ja, dat is een nieuw gewas en dat is ook veel dingen waar we tegenaan lopen. Moeten we niet anders zaaien, bemesten, dat is allemaal nog nieuw. En dat zijn we eigenlijk zelf met behulp van provincie Gelderland en een aantal telers allemaal aan het onderzoeken.